Hiernaast mij staat de HBM 45 Profi. Ik heb deze in 2010 gekocht en inmiddels heb ik diverse aanpassingen eraan gedaan, bijvoorbeeld digitale uitlezing met glaslinealen. Ik heb een X-as voering opgebouwd, ik heb een extra werklicht opgebouwd en een toewisselaar op de spindelmotor. En op de spindelmotor zit ook een frequentieregelaar opgebouwd. Laten we ze eens van dichtbij gaan bekijken. Dit is het bedieningspaneel van de digitale uitlezing. Je ziet hier de drie assen X, Y en Z. Je kan bijvoorbeeld ook van nul maken door op deze knop te drukken. Je kan ook een waarde meegeven door hier eerst een waarde te maken en dan in te laden. Dan staat je op deze positie. Je kan hier bijvoorbeeld ook steekcirkelpatronen inboren, bijvoorbeeld deze. En dan geef je bijvoorbeeld steekcirkel 100 op met 4 gaten. Een starthoek, die kun je ook opgeven. Dan heb je bijvoorbeeld 30 graden of 45, wat je wil. En daarna roep je gewoon het eerste gat op. En dan geeft hij de incrementele waarde om wanneer je naartoe moet. In dit geval is dan 50. En zo kan je door naar het volgende gat. Dat is best wel makkelijk als je veel gaten op een steekcirkel moet boren. Je kan hier bijvoorbeeld ook lijnsteken boren. Hier op incrementeel elke keer naar het volgende gat. Er zitten diverse mogelijkheden op dit kastje. Hartstikke makkelijk in gebruik. Nou, hoe weet het systeem waar die zich bevindt? Er zit op elke as een lineaal. Er zijn glaslinealen met een uitleessysteem hier. En die blijft stilstaan in dit geval. Dit is de i-as, die blijft stilstaan. En als ik de i-as verplaats, dan trek ik mijn lineaal mee. En zodoende wordt mijn signaal veranderd. En dat geeft hij door. En zodoende verandert mijn positie. Ik heb de linealen zwevend gemonteerd. Dat wil zeggen dat hier alleen op de beide uiteinden, dus hier en bij die andere kant ook, maar een montageplek zit. Daartussen zweeft hij. Om zodoende eventuele schommelingen van mijn bed geen invloed te laten hebben op de uitlezing. Want dan zou die glasplaat die erin zit, die zou dan breken. Dus hij rust alleen op de beide uiteinden en die heb ik gewoon uitgevuld met een ringetje in dit geval. Dit is de Z-as. Daar moest ik wat anders voor verzinnen. Omdat hier de Z-as met alleen maar deze kopje naar beneden gaat. En daar kon ik als enige wat aan monteren. Dus ik heb hier een beugeltje gemaakt. Die de meetkop meeneemt. En dat werkt als volgt. Dus dat is spanningsvrij opgehangen. Zodat hij eigenlijk parallel met de glaslineaal blijft lopen. En zodoende heb ik die beweging mee kunnen nemen naar beneden. Dus hier zit een boutje, die kon ik mooi gebruiken. En heb ik een beugeltje voor gemaakt met een verstevigingsstripje erin. En zodoende neemt hij mijn glaslineaal mee naar beneden. Op die manier kan ik de Z-as meten. Dit is de motor van de X-as voering. Nou, hoe werkt dat nou? Je zet hem aan. Je zet de richting aan en dan kan je hiermee de snelheid regelen. Dan gaat er aan de onderkant een tandwiel meedraaien die gemonteerd is op de spindel van de X-as. Hier heb je nog een rapid switch, hè? Dus je kan met een hoge snelheid even een stukje opzij. En ik heb hiervoor een extra koppeling gemaakt, die zal ik even laten zien. Dit is de onderkant. Je ziet dat als ik de hendel omhaal, dat het tandwiel gaat draaien. En ik heb hiernaast een extra koppeling gemaakt. Waarom heb ik dat gemaakt? Er zit hier een vrijloop in, dus als de motor uitstaat, dat hij, als je de as met de handbediening bedient, dat hij dan niet de motor bedient. Maar wat gebeurt er nou? Er zit hier een klein tandwielkastje in en die bedien je wel. En daardoor voel je dat in je handwiel. Dus ik heb hier een extra koppeling gemaakt, dus als ik hem niet nodig heb, dan ontkoppel ik hem met deze koppeling. En als ik hem nodig heb, dan druk ik hem er gewoon rustig in. En nou draait hij wel mee.
Nou, wanneer gebruik je deze nou? Voornamelijk als je lange platen bijvoorbeeld moet frezen. Als ik hier een klein stukje heb, dan ga ik dat niet gebruiken. Ik heb hier veel plaatwerk voor mijn waterkassen bijvoorbeeld gefreesd. En dan moet je over heel de lengte frezen. En dan zet ik gewoon deze liefst aan. Dan kan ik ondertussen wat anders doen. Dit is de motor op de Z-as. Hier zit een extra vertragingskastje op met een relatief klein motortje. Hier zit een reactiearm. Ik heb hier een bedieningspaneeltje. En als ik deze bedien, dan gaat de complete kolom die gaat omhoog of naar beneden. Origineel zit hier een hendel op. Maar als je van een lang naar een kort gereedschap wisselt, dan is dit relatief makkelijk. De motor trekt dat prima. Er zit hier wel een frequentieregelaar op. Maar volgens mij staat hij gewoon op normale frequentie en draait hij niet harder ofzo. Nou, hoe werkt dat nou? Ik zal de kap even verwijderen. Dan is dat wat beter zichtbaar. Dit is model PD150 Air Power Driver. Er zit hier een stelknop op. Als ik die even terugzet, dan kan ik het wat mooier laten zien. Als ik nu het knopje naar beneden druk, dan zie je dat dit gedeelte naar beneden komt. Die wordt hierop gedrukt, op de aantrekbout. Zodoende. Dit is een soort met slagmoersleutel, een pneumatische slagmoersleutel. En die gaat de aantrekbout los of vast draaien. Normaal gesproken raakt hij hem niet aan, want dus als ik er lucht op zet, wordt hij eerst op de as gedrukt en daarna gaat hij draaien. Dus ik heb hem terug op de juiste positie. Deze gaat automatisch terug helemaal erbovenin, dit is je Z-as. En als ik nou indruk, dan gaat hij erop en hij draait de moer los. Dit is het bedieningspaneel van de spindel, linksom, rechtsom. En dan kan ik met deze draaiknop de snelheid regelen. Straploos te bedienen, werkt prima. In principe gebruik ik deze niet meer, meestal zet ik deze in één stand en dan laat ik hem daarna altijd gewoon zo staan. En ik gebruik alleen dit eigenlijk nog maar om mijn snelheid te regelen. De elektronica heb ik hieronder ingebouwd, dat zal ik even laten zien. Ik ga weer verder met het produceren van onderdelen voor de locomotief. Hadden jullie wat aan dit filmpje, laat dan een duimpje achter. Dankjewel, tot de volgende.